Hey, kijkbuiskindertjes. Ik hoop dat. Don Kakelijn hier. Ik hoop dat jullie een fijne kerst hebben gehad, allemaal. En dat jullie allemaal lekker je buikje hebben rondgegeten. En lekker hebben genoten met familie. Want uiteindelijk is dat het allerbelangrijkste. Naast heel veel geld verdienen en heel veel bitch. Vandaag ben ik terug met de meest ongemakkelijke video. Die we waarschijnlijk ooit gaan kijken in ons hele leven. Misschien hebben we een paar van jullie al gezien. Maar dit is het meest tenenkrommende materiaal wat ik ooit kon vinden. Even een beetje context bij deze video. Het is een zweverig koppel in hun mid-twenties. Die een soort van aesthetic video proberen te maken. En die shit is fucking cringe. Dus mij niet achteraf mails gaan sturen met: hey, ik heb mijn tenen gebroken. Of hey, ik heb mezelf een beroerte ingecringed. Mij vooral niet bellen voor die shit. Want uiteindelijk, mij niet bellen. Ja? Vind je van mijn muts? Ik vind hem wel mooi. Nou, laten we niet al te lang hebben jabbelen. Heb je nou nog een abonnement? Neem er dan één. Want bij de 100k ga ik kaal. En we gaan echt fucking hard. We zitten al op 84.000. Nou, ja. We gaan beginnen. Ik wil niet. Nou, gaan we. It's recording. Perfect. Life is so crazy. I met you a month ago at Whole Foods. Mm-hmm. Now we're living together. Het is sowieso, zeg maar, ik weet dat in Amerika de Whole Foods, dat is volgens mij een soort van wat de markt met een Q in Nederland is. Dus zeg maar van die exotische, biologische, weet je wel, in Namibië gerijpte komkommers en op een bedje door Oeboe-Oeboe-stam getrokken selderijachtige dingen. En dan koop je dat en dan is het €800 per gram, weet je wel. En dat reset dan je hele ecosysteem. En in principe, als je dan zeg maar, je hebt ook nog, heb je ook nog juice. En dat is dan geperst uit koeienamandelen. Gemixt met een beetje gorilla tongvocht. En dat is dan €900 en dan word je dan helemaal. Dus daar hebben ze elkaar ontmoet. En toen zei ze, ja, ze zijn alle twee. Als je, zeg maar, dit is de meter van zweverig. Zij staat hier en hij staat hier ook. Dus ja, dus een beetje dat. That's how this works. Everything is supposed to be easy. Buying celery. Dit ziet er heel raar uit. Ik weet niet, ik weet niet wie van de tweede video vraagt, hij of zij, maar dit shot, questionable. You're buying rosé. Oh, het is een kraan. We love celery. Shout out Whole Foods. Always loved that place. Always loved Whole Foods. Oké, ja, nu even shout out aan de Whole Foods, zeer belangrijk. From the time I was like a kid. It always gave me such a warm feeling inside. Food. I knew that I would meet my soulmate at Whole Foods. Food brings people to. ik heb deze video trouwens al een keertje half gekeken bij Codico. En grap, zeg letterlijk, ik had altijd al gevoel dat ik me de ware zou ontmoeten bij Whole Foods. Like, bruh. Like, you okay? Hetzelfde wat ik nu heel aesthetic in deze camera ga vertellen dat ik ooit de ware ga ontmoeten bij de Albert Heijn. Come on, fam. Oh ja. Tuurlijk heeft hij langharige krullen. Kijk, dit is de Whole Foods, zie je? Hier ook. Doe je het niet in je mond ook? Wat is dit? Dit is allemaal een soort van. Ja, ineens zijn ze op het strand ook. I know that. Je moet dit eens kijken met je ogen dicht. Gewoon dit stukje gewoon met je ogen dicht. Als dan je moeder binnenkomt, dan denk ze dat je iets heel anders aan het kijken bent, hè, kid? Hier. I know that it's true. Weird. Because warm golden light fills my chest when you say that. That's never happened with anyone before. Things are going good for us. Ik word helemaal naar dat ze de hele tijd verluisteren. Waarom doen jullie dat? Oh, echt, de haren op elk deel van mijn lichaam zijn overeind op dit moment. Het is echt verschrikkelijk dit. Waarom besloot ik hierop te reageren ook? Teaching me how to be myself, Ricky. I love who you are. You're teaching me that it's safe to shine. And more fun. Only when you're protected by a guardian angel. Oh yeah, I got you. Tuurlijk, hup. Gaat alleen maar groen die mond in. Neem eens een fucking. Neem eens gewoon lekker een burger of zo. I got you. I was pretending to protect myself for so long. I was pretending to be less bright. Because people would try to suck love out of me. And now I'm here. Ik
kan me niet voorstellen dat ik ooit een meid ontmoet in mijn leven. Dat ik zeg, schat, ik zet even de camera neer. Laten we even op de bank gaan knuffelen, dat filmen. Daarna een soort van fluisterende voice-over erachter zetten. Waarin we extreem veel kreunen. En dan op het internet gooien. Hè? Verschrikkelijk. I know. Oh, kids, niet roken. Slecht voor je. I've waited so long to just have fun. Now we literally wake up in the Garden of Eden. We're having so much fun. Nou, ik, I hate to break it to you, gozer, maar dit ziet er niet echt uit als de Garden of Eden. Maar goed, als dit jou, And I just water the plants for 10 minutes as you make me smoothie bowls. And then you make smoothie bowls too. And then I make smoothie bowls and because we're teaching each other, babe. We're teaching each other. Oh my god. This is fun. Wat gebeurt hier? Life is good. Zo kwaad. Ik ben zo woest alweer. Ik ga straks zo achterlijk veel sushi bestellen om al deze woede weer weg te eten. Dit is wat jullie doen, hè, guys. Abonneer. Happy to be here. Thanks for talking to me. Thanks for being here. Thank you for talking. I love when you talk. I love the sound of your voice. And like, I know talking is unnecessary, but also words are my love language. So please just like fucking speak your truth. Thanks. Fair. Ik weet niet of jullie allemaal een beetje vloeiend Engels praten, maar de shit die ze zegt is zo fucking weird. Enough. I'll speak my truth, or else I get a sore throat. I feel like I think in feelings and see this world through words. Ze zegt, ik denk in gevoelens en ik zie deze wereld door de ogen van... Oh, luister dan, ik weet niet wat deze chick rookt, maar ik wil het ook. Ik moet dit hebben. Dit is top. Zij is heel, in een heel andere dimensie. That's why I need to, like, have you talk to me. Huh? I don't know. I'm lost. Me too. Fair enough. Hij begreep het ook niet meer. Hij zei gewoon, dit was wel een eerlijk momentje voor die dude. Hij zei gewoon, ik ben het even kwijt. Snap ik wel, want ze lult alleen maar onzin. Like, I think in feelings. Like, I don't think thoughts, I just feel. I just feel things. You feel things so hard. I don't think anything, ever. My brain is just like... Maybe that's why you can manifest things so fast. It's, my brain is a childhood imagination. That's what my brain literally is. That's literally what... Lelijkste tekening ooit. Lelijk. Lelijk. The brain that I have. Don, heb je nieuwjaarsvoornemens? Bijvoorbeeld een keer wat aardiger doen in je video's. Nee, want ik denk dat dit mijn unique selling point is. Dus stop met mij bellen voor die shit. That's why you're so good at painting. Wat doen ze? I'm so good at everything. You are good at everything. I never believed that I couldn't do something. You might be the best artist on this planet. I know. Straight up. Wacht even. Best artist on the planet. Was dit de kutschilderij? Nou, ik kan het niet meer vinden. Editor, even terug naar het schilderij. Best artist on the planet. Shout out Kanye. Waar komt die random shout-out naar Kanye West vandaan? I always knew it. I always fucking knew it. I was like... Of course. Yeah, I can literally be compatible to anyone. But... But nah. So let's send it. What are we doing? Just cuddling in bed for? We're just cuddling in bed. Let's go. I just want to be present with you, babe. I just want to look into your eyes. Like, I could edit this video right now. But this shit is heat. People need to see this. I know, but also... People need to wake up. I know, babe. People need to wake up. Yo, what? I know. I'm so excited. People need to buy in. It's just so sacred also, to me. Every single person that... Ik kan niet meer. Guys, ik kan niet meer. Ik trek het niet. Ik sla alles kapot hier straks. Alles. Want dit is... Wat zijn die comments? Wacht even. You're not spiritual. You're wealthy and on drugs. This is the whitest thing I've ever seen in my life. I had to turn down the volume so my mom wouldn't think I was watching porn. The moaning makes this video 4,000 times worse. This is a Chainsmokers song come to life. I was buying leggings. You were the leg... Bro. Comments are so goed. Dit maakt mijn dag dan wel even. Goed. Oké. Okay. Nou, in ieder geval... Fuck, man. Dit is... Sorry. Ik hoop dat je... Sorry, laat even in de comments weten hoe deze video jullie heeft laten voelen. Want ik ben zeer benieuwd. Bedankt allemaal voor het kijken. Don Kakelijn signing the fuck out. Ik spreek jullie allemaal weer in het hiernamaals. Neem een abonnement en een like. En ik spreek jullie. Skip it up, pop, pop. Skip it up, pop, pop. Gang, gang.